Wij geloven dat je pas echt een avontuur beleeft als je niet weet wat je te wachten staat. En daarom gaan wij vandaag precies 250 minuten liften met dit bordje Anywhere en deze stopwatch. En alleen als we in de auto zitten loopt de tijd. Wij geloven dat je pas echt een avontuur beleeft als je niet weet wat je te wachten staat. Daarom liften wij in deze serie een bepaald aantal minuten naar een onbekende bestemming. Dat doen we met een bordje Anywhere en een stopwatch. En de tijd loopt alleen als we in de auto zitten. 3, 2, 1, start! Als de tijd om is, moeten we de auto uit, waar we ook zijn. En daar aangekomen maken we een brief open met een opdracht. En die verzinnen wij nooit zelf. Hallo mooie mannen van lieve Bertha. In deze envelop vinden jullie de opdracht die ik voor jullie bedacht heb. En ik kan jullie vertellen, ik heb heel veel zin om dit terug te zien. Maar echt, een gegronde glimlach hier. Succes. Waar wil je gaan staan? Hier. We hebben niet echt geluk, hè? Hoe kun je nou niet naar Anywhere gaan? Dan moet je naar Nowhere gaan, maar dan staan de auto's stil. Dat zou ik op een parkeerplaats moeten proberen. Nee, ik ben te rijk. Ik kan geen mensen meenemen. We gaan naar Anywhere. Alles is goed. Waar is de auto? Anywhere, dat is overal. Mogen we mee? Oké, bedankt. 3, 2, 1, start! Yes, de tijd loopt. Oké, de tijd loopt, dan gaan we. We zouden we uitkomen, ik weet het echt niet. Waar gaan we heen? Ik weet het niet. Zo. Ontzettend bedankt dat we mee mochten. Oh. Eerste lift gehad. Top. Nog 3 uur en 51 minuten liften. Ben jij Anywhere? Nee. Ga je daarheen? Nee. Nee? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, toch? Waar ga je heen? Centraal Station. In Breda. Ja. Ah, dat is boring. Ik ga naar net over de grens. Net over de grens? Ja! Volg hem mee. Te gek. Daar gaan we. Tijd. Mogen we mee? Waar moet je heen? Ja, dat maakt niet uit. Waar ga je heen? Engeland? Ja. Yes! Zo! Nou, we staan nu met de auto in de rij voor de trein naar Engeland. En omdat de auto natuurlijk stilstaat op de trein, mogen we de stoppertje ook even stilzetten. En we moeten nog 51 minuten en 50 seconden liften. Dus we komen echt een heel eind, jongen. Maar Koen, wat gaan we nou doen in Engeland dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Het staat hierin. Ik denk dat hij het ons wel moeilijk gaat maken. Als ik dat filmpje zo zag... Het leek net een scheet. Dat was een scheet, dat was mijn scheet. Oh, echt? Echt? Oké, we hebben nog 5 minuten. En we zitten nu op de snelweg, dus de eerste de beste afslag gaan we eraf. Spannend, hè? Vind je het ook spannend? Nee, ik vind het heel spannend. Nog 10 seconden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Hier gaan we eruit. Wilt u hier stoppen alstublieft? Ja hoor. Waar zijn we beland? We zijn in het plaatsje Godstone. En waar dat ligt? Geen idee, maar we zijn er wel. En ik denk, Koen, dat het tijd is om de opdracht erbij te gaan halen. Ben je er klaar voor? Nee. Ik ook niet. Ja. Goed. Even een rustig plekje opzoeken voor deze brief.
vind het zo spannend. Jullie opdracht luidt als volgt. Vandaag gaan jullie het dorp, stad of land waar jullie terecht zijn gekomen verkennen. Om dit goed te doen, moeten jullie je mengen onder de lokale bevolking. En daarom gaan jullie koffie drinken of een broodje eten bij 3 verschillende mensen. Maar dan wel onder de volgende voorwaarden. Oké, daar komen ze hoor. Bij adres 1 moeten jullie doen alsof jullie doof zijn. En laat ik nou net 2 oorlogjes mee hebben, dus vanaf nu hoor ik helemaal niks meer. Zeg eens wat. Hallo? Zeg eens wat. Hallo? Hello! I've got a little question! Nou, dit gaat helemaal lukken, of niet? Shit, het gaat moeilijk worden, jongen. Op naar de volgende. Excuse me! I've got a little question! Yeah? Is it okay for you to drink a cup of coffee together in your house? If you want it, man, yeah. What is this all about? Yeah, of course. Yeah? If you want. Great! What a beautiful house is this! What a beautiful kitchen! I know, right? Nice coffee! Good. Very nice! Are you enjoying that? What? Are you enjoying that, yeah? Yes, yes! Good. Bye-bye! Bye-bye! So. Bij het volgende huis waar we op visite gaan, is de voorwaarde dat we een vreemde taal spreken. Dus niet Engels of Nederlands, maar Frans of Duits. Of Frans-Duits. Come on! Bonjour. Kunnen we een beetje koffie drinken? Avec vous. You want to have a coffee with us? Yes, oui. No. Okay. Die bedoelt je. Arrivederci. Ik weet niet wat hij bedoelt. Arrivederci. 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 Tada, Italiano. Adios. Adios. Amigos. Yeah. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Gracias. Gracias. Prosit. Cheers. Ah, ich bin ohne. Ich bin nicht tot. Du bist niet goed. Bijna. Es war toll. Bye bye. Nou, bij de laatste deur mogen we lekker praten. Totdat we de drempel overgaan, dan mogen we helemaal niks meer zeggen. Hoe gaan we dat doen? Ik heb geen idee. We gaan het gewoon proberen. Kom. We are very tired. And is it possible to take a nap or no, something? Sorry. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Oké, Rens, deze vraag gaat niet lukken. Do you know the song The Sound of Silence? I do know the song, yes. Could we then have a coffee with you? Sure. Yeah, we can have a coffee, yeah. Really? Cool. Yes! What sort of coffee would you like? It's just black coffee, white coffee. Hello. Who is it? Hey. Say hello. Hello. Who is that, Mum? What's happening? What's happening? Mum, who are these people? What are you, like, doing? Oh, thank you so much. We can talk again. Finally. You were great. Thank you so much. You're very welcome. We hebben het gehaald. Yes. Bye bye. Bye. Bye bye. Wat een leuke dag en wat een opdrachten. Dit hadden we zelf nooit verzonnen. Op naar Londen om even goed na te genieten. Super tof dat je hebt gekeken naar onze eerste aflevering van Tijdreizigers. Wij zijn ontzettend benieuwd wat je van het hele idee vindt en ook van deze video, dus zet het even in de reacties. Ja, en omdat het dus zo feestelijk is, omdat we een nieuwe serie hebben, hebben wij een dikke verlootactie. We hebben namelijk een CD
en een t-shirt van Lieve Bertha. En die verloten wij onder de mensen die liken, reageren en delen. Dus doe dat. Ja, en dan mag jij bepalen of je met of zonder de zweetlucht van Koen wil. En abonneer. Tot de volgende keer. Ciao.